Welkom bij een nieuwe vlogmas. Het is vandaag zondag en vandaag staat er eigenlijk maar één ding op de planning. En dat is namelijk het huis opruimen. Want het is best wel chaotisch. Er liggen overal wel wat prulletjes. En ik vind het ook wel eens fijn om echt een dag in te plannen waarin ik eigenlijk alleen maar daarmee bezig ben. Het is inmiddels al wat later op de ochtend, of het is alweer bijna middag. Ik ben deze dag best wel laat begonnen. Gisteravond, of vannacht ben ik best wel laat thuis gekomen, want ik had een feestje. En ik sliep om een uur of drie. En ik werd helaas al rond een uur of acht wakker vanwege Milo en ik kon niet meer in slaap vallen. Dus het was een korte nacht voor mij, dus ik denk dat ik vandaag ook niet heel veel energie heb. Maar dat is prima. Dus we gaan eigenlijk eerst nog eventjes buiten de deur lunchen. Even een date momentje met z'n tweetjes, Rits en ik. Milo gaat ook mee. Dus we gaan even een lunch date houden. En daarna gaan we beginnen met het opruimen en het schoonmaken van het huis. We zijn goed bezig. De woonkamer is zo goed als netjes. We waren ook bezig geweest met dingen sorteren. Dus een aantal dingen kunnen weg. Dus het is helemaal weer opgeruimd. Nog twee kamers te gaan. De bijkamer en de badkamer. En dan is het huis weer helemaal clean. Ondanks dat ik opruimen heel erg rustgevend vind, vind ik het ook heel erg intensief. Ik ben helemaal gesloopt en ik had al weinig energie. Maar we zijn bijna klaar. Maar voordat ik aan het laatste projectje voor vandaag begin, namelijk de slaapkamer, wil ik laten zien dat de plank hangt. Dit heeft hem vandaag opgehangen en ik vind hem echt heel erg nice. Soms moet je een beetje creatief zijn. In eerste instantie was het idee om hier iets van een tafeltje te plaatsen, alleen dat werd heel snel te breed, want dan zou het de deur blokkeren. Maar dit is wel een goed alternatief. Op dit moment staat dit erop, een spray en een steen, maar de rest komt later wel. En waarschijnlijk gaan we het voornamelijk gebruiken om iets van sleutels of handschoenen op te leggen. Dus ja, ik ben er heel erg blij mee. Ik ben heel goed in opruimen, maar ook heel goed in troep maken. Dit is het volgende project. Dit een beetje organiseren. Ik heb ook wat dingetjes hier in mijn kast gedumpt. Wat er eigenlijk niet hoort. Ja, dat is gewoon een beetje uit luiheid. Dus ik denk, ja weet je, ik dump het maar ergens. En dan is het een zorg voor later. Nu is het later. En vind ik het niet prettig. Dus ik ga dit even opruimen. Ik heb hier ook een kledingrek staan. En hier heb ik onder andere items hangen waar ik een beetje over twijfel. Niet alles trouwens. Maar bijvoorbeeld deze items wil ik eigenlijk wegdoen. Maar eigenlijk vind ik het nog wel zonde. Dus dit is een beetje mijn nadenkrek. Dus misschien dat ik het ga aanvullen met andere items. Of ik kies er gewoon voor om het echt weg te doen. Maar ik weet niet of ik er op dit moment genoeg headspace voor heb. Maar we zien wel hoe ver we vandaag komen. Rits is avondeten aan het maken en ik ga aan de slag voor bananenbrood. Dit is nu de derde
is het de vierde keer dat ik het maak. En elke keer gaat het steeds een beetje beter. Ik heb wel een recept die ik volg, maar ik moet zeggen dat ik hier en daar ook wel mijn eigen draai eraan geef. En ik experimenteer elke keer weer en om te zien vanzelf wel of het lukt of niet. Ik heb hier al mijn ingrediënten die ik ga gebruiken en het recept die ik volg is er eentje van 24 Kitchen. Het is inmiddels maandagavond en laat ik eventjes een update geven hoe mijn dag is verlopen. Ik begon de ochtend zoals iedere ochtend met het klaarmaken voor de dag. Ik heb Milo uitgelaten en toen werd het tijd om naar werk te gaan. Ik was een halve dag op locatie en daarna ging ik door naar een evenement. Een hele leuke. Het was een Christmas dinner gedurende de dag. Er waren namelijk twee shifts en ik was tijdens lunch aanwezig. Dus het was meer een Christmas lunch dan een diner. Maar het was wel heel erg uitgebreid. Ik werd uitgenodigd door een PR-bureau. En het evenement zelf was van Lidl. En het was zo ontzettend lekker uitgebreid. Ik heb heel erg genoten. Ik weet niet hoeveel gangen het waren, maar het was echt enorm veel. En ik heb ook nog eens inspiratie gekregen voor misschien mijn eigen kerstdiner. Of gewoon een diner in het algemeen. Want het was heel erg leuk. En ondertussen gingen we ook een film kijken, namelijk The Holiday. En het was eigenlijk een heel grappig concept. Want het eten werd geserveerd op bepaalde momenten dat ook aansloot op de film. Dus, want wanneer bijvoorbeeld in de film risotto te zien was, kregen wij ook risotto op ons bord. Dus dat was een bijzondere ervaring. En daarna mochten we zelf onze goodiebag samenstellen in een supermarktje. De keuze was reuze. Maar ik wilde niet met een overvolle boodschappentas thuiskomen. Dus ik heb me ingehouden. Maar misschien is het wel leuk om te laten zien welke goodies ik mee naar huis heb gekregen. Dit zijn echt een van de leukste dingen van mijn werk. Of gewoon sowieso van het influencer zijn. Leuke evenementen bijwonen. En dan ook nog eens dit mogen ontvangen. Gratis boodschappen denk ik dan. Als eerste waar ik zo excited over ben is een liqueurcreme. En hiermee is de espresso martini meegemaakt. Het was een speciaal espresso martini met karamel zeezout. En volgens mij nog een ingrediënt. En ik vond het zo lekker. Dus ik wil het na gaan maken. Ik heb hier geurstokjes. Koekjes. Hier heb ik toevallig al van gegeten. Dit zijn echt een van mijn favoriete kerstkoekjes. Zeg maar zo'n soort butter biscuits met suiker. Ik heb voornamelijk heel veel snacks, want je kon ook kiezen uit dingen waar je gerechten mee kon klaarmaken. Maar toen ik zeg maar in dat winkeltje stond, kreeg ik een blackout. Want ik dacht, wat moet ik allemaal meenemen? Dus ik heb uiteindelijk alleen maar. Ik heb hier merengue. Chocoladepinda's. Echt mijn favoriet. Ik zie nu dat er ook een schepje bij zit. Zo cute. Crunchy chocoladeballen. Lekker voor het brood, maar ook voor dessertpudding. Iets met kokos. Deze broodjes, kerstbroodjes. Ze moeten wel voor kerst op, zie ik nu. Maar dat maakt helemaal niks uit, want ik hou van afwasbroodjes. Dan truffelchips, mini pita's. En hetgeen waar ik heel excited over ben, is deze gingerbread house kit. Dit gaan we sowieso binnenkort tijdens Vlogmas doen. Ik heb al tegen Rits gezegd dat we binnenkort hier even tijd voor vrij moeten maken. Ik moet zeggen dat ik hier nooit zo goed in ben. Het mislukt altijd, maar het gaat om het proces. En niet per se om het uiteindelijke resultaat. Maar ik vind het altijd leuk om te doen. Dus ik heb een activiteit voor binnenkort. Ik moet zeggen dat ik altijd wel heel erg bescheiden ben. Als het gaat om dingetjes uitkiezen. Ja, ik ben heel dankbaar dat ik vrijheidsboodschappen heb.
blijf het maar zeggen, maar elke dag ben ik weer verbaasd hoe snel de tijd gaat. Ik ben terug van werk. Het is 5:30-ish. En ik ga me even omkleden, want straks na het eten ga ik gelijk de deur uit. Want ik ga naar de film met 2 vriendinnetjes. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik weet niet wat het is met mij, of ik weet het wel, met mij en in de avond plannen maken naar werk. Want ik ben gewoon altijd zo gesloopt. En het liefst wil ik gewoon thuis blijven. En gewoon lekker chillen. Maar ik vind het ook heel erg leuk om tijd te besteden met vriendinnetjes. En ook met Rits en Milo. Maar ja, mijn energie gaat echt uit naar werk gedurende de dag. Dus ik heb nu heel even een momentje om tot rust te komen. Rits is eten aan het maken. Dus daar ben ik heel erg blij om. We gaan iets heel simpels eten hoor. We gaan Turkse pizza met wat patatjes, wedges, iets in die richting eten. Dus lekker makkelijk. Maar ik ga even kijken wat ik aan wil doen. Want ik weet niet, ik heb dit de hele dag al aan. En ik ben gewoon even toe aan iets anders. En ik vind het altijd ook heel bijzonder hoe mensen zoveel energie op een dag kunnen hebben. Ik leef echt met pieken. Soms kan ik echt een energielevel van weet ik veel wat hebben. En soms kan ik gewoon niet functioneren. En op dat level ben ik nu. Dat ik gewoon bijna niet kan functioneren. Maar ik ga even kijken. Wat ga ik aan doen? Ik denk dat ik voor een comfortabele outfit ga. Ik heb een sweater dress aan. En een panty. En voor schoenen zit ik erover na te denken. Om mijn UGG te dragen. Ja, lekker cozy.